Groningen dan. DAF's nieuwe vlaggenschip, de Euro 6XF. De nieuwe DAF gaat volgend voorjaar in productie. De truck is dinsdag gepresenteerd op een beurs in Hannover. Wat vooral opvalt is de grill. Die is zo'n 30% groter dan bij de huidige XF. De nieuwe motor wordt vooral gekoeld met de lucht die er langs stroomt. De ventilator wordt daardoor de helft minder gebruikt dan in de Euro 5 versie. Dat bespaart brandstof. De DAF XF is vernieuwd van de chassisbalken tot het stuur en van de koplamp tot bed. De nieuwe XF beschikt over het grootste bed in een truckcabine. 2,20 meter lang bij 80 centimeter breed. DAF noemt de nieuwe truck de best ever. De ontwikkeling ervan kostte honderden miljoenen. Lees woensdag meer in het ED.